De overheid heeft samen met de Surinaamse Bankiersvereniging, de SBV, en de Vereniging van Cambiohouders besloten de stijging van de wisselkoers aan te pakken. Hiertoe zijn de volgende maatregelen getroffen. Verkoop van vreemde valuta door de viesenbanken vanuit hun eigen reserves. Verruim de retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken. Verruiming van het omzetten van contanten naar girale US dollars door de centrale bank. Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta in de markt door interventie door de regering. Nadere ordening door de centrale bank van de retentieregeling, waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen. De SBV benadrukt dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal-budgetaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, met name groei van export.